De landelijke acties van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, RGD, zijn vandaag opgeheven. Dinsdag legde het personeel het werk neer omdat de salarissen over de maand juli niet waren uitbetaald. Ook de vakantiegelden lieten op zich wachten. RGD-directeur Edwin Noordzee bevestigt tegenover onze nieuwsdienst dat de salarissen inmiddels zijn overgemaakt en dat het personeel weer normaal aan het werk is. Hij voegt eraan toe dat zowel de ministeries van Financiën als Volksgezondheid en DNA zich hebben ingespannen om snel een oplossing te vinden voor de calamiteiten die waren ontstaan nadat de salarissen niet waren uitbetaald. Naar zijn mening kan het vanwege drukke werkzaamheden voorkomen dat salarissen een keertje laat worden uitbetaald. Voorlopig is de rust binnen het gezondheidscentrum echter teruggekeerd.